vooravond van Internationale Vrouwendag. En daarom zijn we hier een beetje vandaag. Want wat zijn we aan het doen? Samen met Inspiring 50 en natuurlijk Declanista bekijken we de film Hidden Figures. En Hidden Figures gaat over drie vrouwelijke rolmodellen. Speelt zich af in de jaren 60. En dit zijn vrouwen die heel veel hebben betekend voor de ruimtevaart, voor NASA. En het waren niet zomaar vrouwen, het waren ook nog eens Afro-Amerikaanse vrouwen. Dus naast de vooroordelen tegen vrouwen, moesten ze ook nog eens iets met hun huidskleur om maar over de bühne te kunnen komen en serieus genomen te worden. You have identification on? NASA, sir. NASA? I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. We hebben onderzoek gedaan naar ongeveer 11.500 meiden in 12 Europese landen. En Nederland doet het ontzettend slecht. Dat vind ik echt een schokkende boodschap. En de conclusies is eigenlijk dat meiden afhaken omdat ze geen rolmodellen hebben. Daarom is die film zo ontzettend belangrijk. Maar ze haken ook af omdat ze eigenlijk geen goed beeld hebben van wat je eigenlijk kunt doen met technologie. Nou ja, als je nu kunt zien in de film, maar ook dagelijkse praktijk, moeten we vaker het beeld vertellen wat je eigenlijk kunt doen met exacte vakken en wat techniek eigenlijk mogelijk kan maken. De magie daarachter. You're a computer at NASA. They let women handle that sort of. Yes, it's an uphill battle. Yes, they let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts. It's because we wear glasses. Let me ask you, if you were a white male, would you wish to be an engineer? I wouldn't have to. I'd already be one. Don't you know? Wat een fantastische film, maar serieus. En dan zit je te kijken naar drie van die vrouwen die eigenlijk de weg hebben geplaveid voor onze technologie en voor ons vrouwen om vooral een baan te zoeken in die techwereld. Ja, en dan denk ik, anno 2017 hebben we nog best wel veel te doen. Ik weet nog wel toen ik een opleiding moest kiezen. Toen wilde ik graag ICT instuderen. Maar mijn moeder zei, als je dat doet, eindig je achter een computer en ga je nooit een man vinden. Dus ik denk dat we heel veel kunnen leren van zo'n film. Allereerst, nooit opgeven, want zij gingen ook door. En ik denk wat Janneke gedaan heeft met haar boek en om daarmee het coderen ook echt op de agenda te krijgen. Ik hoop zeer dat nu met de kabinetsformatie het coderen in het curriculum voor basisscholen, dat moet geen punt van discussie meer zijn. En laat je niet remmen door mensen die het soms goed bedoelen en soms ook niet, die zeggen van nou doe maar een tandje minder. Ik zeg doe maar een tandje meer. Dat zit ook een beetje in programmeren. Als je iets wil, een app wil maken of wat met een website wil doen, moet je het ook echt willen. Dus dan moet je er echt voor gaan, zeg maar. Vrouwen moeten aangeleerd worden nog steeds meer dat je alles kan doen. Zolang je maar ook zelf gelooft dat je het kan. Geen enkel excuus om ergens genoegen mee te nemen als je dromen eigenlijk verder gaan. Gewoon ervoor vechten. Geef nooit op. Zoals wij hier vandaag inspiratie hebben gevonden in vrouwen die in de jaren 60... nou ja, hun sporen verdiend hebben binnen de technologie. Daar gaat het om.